Voordat we naar de podcast gaan, wil ik jullie vragen om deze uitzending zoveel mogelijk te delen online. Zo krijg ik een groter bereik en kunnen we samen zorgen voor meer bewustmakende content online. Zoals je ziet heb ik ook een eigen studio in Zwolle en die is te gebruiken voor verhuur. Kunt je kunt hier je eigen podcast opnemen, een lezing geven of zelfs een workshop voor 20 personen. Ben je geïnteresseerd? Stuur even een mailtje naar info.blikontemaatschappij.nl of graag via dit nummer. Voor nu, veel plezier in de nieuwe tijd. Fijn dat je luistert of kijkt naar de nieuwe tijd podcast. Vandaag ga ik praten met Jeroen Arens over een onderwerp wat veel Nederlandse alternatieve media niet willen bespreken. Disclosure en buitenaarsleven. leven. Jeroen, fijn dat je er bent. Dankjewel, Niels. Ja, Jeroen, uh, je hebt de afgelopen jaren, misschien wel 15 jaar inmiddels, mm -hmm. heel veel gedaan aan bewustwording in de media. Ja. In de alternatieve media. Je bent daar mm. heel druk mee geweest. En, uh, en nu nog steeds, hè, want je, hebt, je bent ooit begonnen bij die ja. En later heb jij de OPN opgericht. Dus dan een heel stuk later, maar oké. Okay. Mm -hmm. En nu ben je dus voor de andere krant uh, werkzaam. Ja. Uh, dat, is, dat, dat is wat behoorlijke scene waar je in hebt gezeten of nog steeds zitten. Ja, nee, ja, klopt. Het is uh, eervol werk. <laughs> Laat ik dat zeggen als ja. eerste. Ja. Uh, en hartstikke leuk. En je, je ontmoet heel veel mooie, uh, mooie, fijne mensen. Uh, maar het is ook uh, soms heel zwaar en heel moeilijk werk. Want ja. het, is toch, uh, het gaat vaak over onderwerpen die, uh, die voor veel mensen uh, moeilijk te behappen zijn. Het is een uh, vorm van pionieren. Hè? Dus dat, uh, dat is niet altijd even makkelijk. En 15 jaar is ook best een lange tijd. Uh, dat, dat vormt je ook als mens. Hmm. Uh, ja. want, want ik kan me voorstellen dat je nou zo lang mee bezig bent. Je ziet nu steeds meer nieuwe media erbij komen. En uh, dus er is steeds meer kennis uh, te verkrijgen. Mm -hmm. uh, voel je nog steeds die drang om daar ook verder mee te gaan? Ja, ik kan niet anders. Dat is wel, uh, ja, nee, 15 jaar geleden toen ik begon, toen waren er nog maar heel weinig websites uh, en groepen en mensen, podcasts en dat soort dingen. En wij maakten toen bijvoorbeeld het Niburu Nou, dat was misschien wel de eerste alternatieve media-videocast, zeg maar. Ja. Het uh, was hartstikke leuk om te doen, maar dat was echt pionieren. En uh, nu zijn er honderden, zo niet duizenden, alleen in Nederland al. Maar de urgentie om ermee door te blijven gaan is nog steeds even sterk. Ja, ja, ja precies. En um, want, want we gaan het vandaag hebben over uh, een onderwerp wat veel media, vind ik, te, te weinig behandelen. Uh, we hebben het over disclosure. Uh, Buitenaards leven, uh, hmm. ook nog CE5, waar je het zo meteen over gaan uh, wil hebben. Ja. Uh, want ik vind het heel belangrijk. Ik, ik ben er zelf wel een aantal keren mee uh, bezig geweest. Ook met, met conformeren, een paar uitzendingen gedaan. Ja, ik ken hem goed. Ja. Uh, dus uh, de, uh, hoe, hoe komt dat dat, dat uh, veel media zich daar toch niet aan wagen, aan dit soort onderwerpen? Ik denk omdat het zo ver buiten het bestaande referentiekader is van veel mensen. Het is, het is echt een beetje de ver van je bedshow. Hey, en, en het, tarpt, het, het tornt aan, heel, aan het wereldbeeld van heel veel mensen. Hè? Als je alleen al denkt aan religie bijvoorbeeld. Er zijn heel veel religieuze mensen die zijn ervan overtuigd dat we alleen zijn. Dat wij de enige intelligente wezens zijn hier in de kosmos. Ja. ja, als je dan uh, moet gaan beseffen dat er oneindig veel leven is in de kosmos... <laughs> Dan, ja, dan moet je van goede huizen komen om, om, om dat bestaande wereldbeeld los te laten. Ja. En dat, dat is heel moeilijk voor mensen. En, uh, ja, dus je ziet veel ridiculisatie. Hè? Mensen worden belachelijk gemaakt als ze met dit soort dingen. En ik denk dat daarom veel media zich er ook verder van houden, omdat ze hun geloofwaardigheid willen behouden. Maar het, het zijn dus uh, de, de bekende heilige huisjes waar ze niet aan willen. Ja, kijk, ook al is het, het is een, een heel goed bewezen onderwerp, hè? het is meer dan genoeg bewijs voor het bestaan van buitenaards leven. Er zijn heel veel geloofwaardige getuigen, experts, documenten, et cetera. Ga maar door. Om dat te staven. Um, dus het is eigenlijk heel geloofwaardig. Maar toch durven de meesten er niet aan. Ik denk echt omdat het te veel aan hun bestaande wereldbeeld tornt. Ja. ja, ik heb het ook uh, best wel intensief gevolgd de laatste jaren. En uh, ik ben heel benieuwd wat, wat voor jou het is. Ja, we gaan zo meteen naar, 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 een, naar een moment van jou. Maar ik wil eigenlijk ook naar een moment dat je misschien wel eerder wist van hé hey, dit is wel heel overweldigend bewijs dat het bestaat ja goed uh, in 2001 was een beetje mijn wake-up call 9/11 en daar zal ik verder niet al te veel op ingaan maar um, ik kwam toen ook al snel daarna in aanraking met Steven Greer van de Disclosure Project dat heette toen nog uh, Serious Disclosure oh ja ja He, van de van de series, niet serieus, maar serious. Ja, er is ook een documentaire van gekomen, hè? Serious. Ja, zeker. Ja, ja uh, dat was zijn eerste film, was dat. Um, en uh, daarin kwam ook voor zijn speech vlak voor 9/11, was dat, in 2001 voor uh, de National Press Club, waarin hij met een uh, tientallen getuige-geloofwaardige mensen, ex-kolonels, majors, luchtverkeersleiders, piloten, militairen. Uh, kwam, die uh, vertelde over hun ervaringen met, uh, met UFO's, waaronder bijvoorbeeld uh, Robert Salas... die verantwoordelijk was voor uh, tien kernwapens, hè, dat zijn, en, en die gewoon daar doodleuk vertelde dat er een uh, rood licht boven hun basis zweefde, die alle tien die kernwapens één voor één uh, afsloot. Zo. Iets wat voor onmogelijk geacht werd. Ja, en dat is gewoon een serieuze man die, die verantwoordelijkheid heeft over tien kernwapens. Dat, dat, dat is national security niveau. En die, die vertelt dat als een geloofwaardige getuigen toen werd mijn interesse al gewekt. Dus dat maar is al lang geleden. Het werd niet gespint naar, de, dat zijn de Russen of de Chinezen? Nee, goed, dat is natuurlijk altijd een overweging. <laughs> ja, ja, ja. Daar kijken ze altijd naar. Ja. Maar het was overduidelijk dat dat niet zo was. Nee. En er waren meer dan genoeg militairen daar op die basis die dat hebben waargenomen toen. En het was echt een onverklaarbaar een, een fenomeen. Een, in ieder geval unidentified flying object. Ja ja het is tegenwoordig geen UFO meer het is UAP geworden ja ja uh, aerial phenomenon is het nu ja het uh, is uh, unidentified aerial phenomenon ja nou ik vind UFO toch leuker hoor <laughs> ja. maar het is ja. ook uh, het is eigenlijk niet unidentified hè dus dat is een beetje een misnomer dat dat ja. is bewust, denk ik, ook zo gedaan. Want ze weten heel goed wat het zijn. Ja, maar als het een fenomeen is, dan kun je ook denken aan weerfenomenen of zo, weet je? Precies. Dus ik denk dat dat echt wel een bewuste misinformatie is. Want ze, ze weten echt donders goed waar we mee te maken hebben. Ja, ja, ja. ja. Dus dat was, dat was 2001. Dat was voor jou echt het moment dat je dacht van... hé, hey, dit, dit is echt iets. Dit, dit is iets. Ja, ik vond die... Ik, ik had daarvoor ook wel hier een en ander gehoord. En, maar dat was allemaal heel vaag. En vage filmpjes en zweverige verhalen en... Maar dokter Steven Greer pakt dit echt heel serieus aan. Dat is een serieuze vent en hij uh, laat niet zomaar iemand getuigen. Hij zorgt, hij drie checkt dat die mensen echt zijn wie ze zijn. En hij bevestigt dat met andere bronnen. Dus hij doet dat echt heel goed. Hij honoreert zijn bronnen ook. Hè? Dus hij, als iemand uh, niet met naam en toenaam wil of zijn verhaal nog niet wil vertellen, dan honoreert hij dat ook. Dus hij doet dat heel, op een heel integre manier. Ja, ja Steven Greer komen we later nog op terug, want uh, vorig jaar is ook een hele mooie persconferentie geweest van hem. Ja. Van het Disclosure Project, daar laten we ook nog een fragmentje van zien uh, straks uh, in deze podcast. Um, ja, want, want uh, ik wil eigenlijk direct naar, naar een moment toe, uh, wat, wat voor jou persoonlijk heel ingrijpend is geweest. Uh, dat was eigenlijk daarna volgens mij. 2005 mm -hmm. als ik het goed heb? 9. 9? Ja. Want kun, je, kun je mij vertellen en wat de luisteraars en de kijkers vertellen wat, wat je hebt meegemaakt? Ja, dat uh, kan ik. Um, dat was in de zomer van 2009. Uh, toen zat ik met een vriend van mij op een balkon in Emmer Compasscue bij zijn huis. En wij uh, keken naar het oosten en daar zagen we rode, twee rode lichtjes in de lucht. En die uh, gingen van hoog naar laag, van links naar rechts. En die, die bewogen op een vreemde manier waarvan je denkt, dat is geen, zeker geen vliegtuig, want het gaat niet in een rechte lijn langzaamaan. Zeg maar het is ook geen helikopter, want die kan niet ineens. Zomaar eh, zo snel van richting veranderen. Mm -hmm. Dus toen dachten we eerst aan het zijn van die... Uh, je hebt daar allemaal van die uh, boortorens voor gas. Weet je? Die, die hebben allemaal zo'n rood lampje bovenin, zodat er niemand tegenaan vliegt. Dus. Maar ja, dat, dat, dat kon ook niet, want het, dat gaat niet uh, omhoog en omlaag. Het nee, blijft op dezelfde hoogte. Ja. Dus toen hadden wij zoiets van, wat de fuck is dat? Laten we erheen gaan. Ja. <laughs> we gaan dit checken, wat is dat? <laughs> ja. Dus toen dus zijn we in de auto gesprongen. Weet niet gebloot ofzo, of zo? Uh, nee, nee, we hadden alleen een, een biertje op. Dus okay. dat is alles, weet je. We mochten ook nog rijden, zeker toen de tuin mocht dat nog. Hè. Nu ja. zijn de regels wat strenger, maar... En je hebt daar een uh, dierentuin ten oosten van de En uh, we reden... De, die maat van mij, Danny, die, die zei van... Nou, dat, dat is daar ergens in de buurt. Dus daar reden we heen. Wij parkeerden daar. Je hebt daar een parkeerplaats. Uh, met... Uh, daarnaast een, een smal randje bosjes en boompjes. Van twee meter breed of zo. Daarachter een plat grasveld. Dat was toen zo, ik weet niet of dat nu nog zo is. Wij kwamen daar aan en we parkeerden in de hoek van uh, die parkeerplaats. En op het moment dat we uitstapten. verscheen er, en dat is echt wat het is: het verscheen. boven uh, twee, drie meter boven dat grasveld een UFO. Een, 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 maar niet, niet een UFO, een ruimteschip. Dat is hoe ik het omschrijf. En, en een classic schijf. Van, ik denk, 15 meter breed. 4, 5, 6 meter hoog. Zo, dat is flink. En echt een klass ja, echt een flink ding. Een classic schijf uit één stuk zilver, leek het. Geen, geen, geen deuren, geen ramen, geen naden, geen bouten, geen moeren, geen scharnieren. Niks, gewoon één stuk zilver. Geen geluid, het verscheen gewoon. Ineens, ik zeg altijd, ja. Weet je wel? Ja. Maar dat, dat, dat geluid was er niet. Het verscheen gewoon. En aan de bovenkant had het een kleine extra bolling. Niet aan de onderkant, maar aan de bovenkant. En verder was het echt gewoon een classic schijf. Wauw. Ja. Ja, wauw. En, en dus, die, dus zag je een schijf. En, en, en die, hoe lang heeft je die al gehangen? Nou, eh, tijd is heel raar op zo moment, in, in zo'n moment. Tijd, de tijd was echt heel... Dat is een van de dingen die me nog het meest is bijgebleven van toen, is dat de tijd was heel raar. Dus, dus ik vind het ook heel lastig om te zeggen hoe lang dingen duurden. Maar wij waren wel echt verstijfd. Een soort van... Maar op een gegeven moment, en dat is... Dus, ik vind dat dus heel lastig na 10 seconden of, of 30 seconden, misschien was het wel drie minuten, weet je wel. Maar op een gegeven moment uh, liepen wij door dat randje bosje heen. Toch naar, die, naar dat ruimteschip toe. Ja. En op het moment dat we eigenlijk allebei tegelijk op dat grasveld stapten, toen verschenen er twee wezens voor, die, voor dat ruimteschip op het grasveld. Mensachtige wezens. Mensachtige wezens, zeker. Ja, hele mooie mensen, mag ik wel zeggen. Iets langer dan ik. Ik ben zelf 1,90. Ze dus waren echt lange mensen. 2 meter, 2 meter 10 of zo. Man en een vrouw. Mooie mensen. En, en met een soort strakke wetshoed aan. Echt heel strak pak, zeg maar tot aan hun uh, keel. Was, het was echt een soort wetshoed. Een wow. beetje donkerblauw. Ja. Met, met wat ik dacht een beetje gouden randjes. Oké. Okay. Dus je kon hun lijnen heel goed zien, hun spieren. En, hun, uh, en, en het was een vrouw met lang blond haar en een man met kort bruin haar. Wat, wat voor kleuren waren die pakken dan? Ja, donkerblauw. Donkerblauw. Ja, oké. Okay. Donkerblauw. En uh, ja, weet je, ik, ik, was, ik was ook heel bang. Op de een of andere manier. Maar toch ook weer niet, want het voelde niet eng of zo. Niet bedreigd. Dus het was, meer, het was meer eng omdat het zo nieuw en, en anders was, zeg maar. Um, dus, dus, maar ik was, niet, ik was niet echt bang. Maar ik, was, ik dacht, het enige wat ik kon denken is: wat de fuck doen jullie hier? Maar kon je wel denken, want uh, ik, ik kan me voorstellen dat je in een soort shock zit. En dat je de, gewoon. ...kijkt en, en het waarneemt... ...en dat je gewoon niks aan het uitbrengen. Nee, dat kan ik me ook goed voorstellen. Maar dat had ik... ...toen we uit de auto stapten. Toen had ik, toen had ik dat. Ja. Toen was ik echt een tijdje verstijfd. Ja. Maar op een gegeven moment... ...kwamen we daar wel overheen. Wil je, ze niet, wil je niet zeggen, van, hey, wie, wie zijn jullie? Of zo, of, of... Nee, het is moeilijk om wat uit te brengen... ...maar ik dacht dat... ...en ik kreeg meteen antwoord in mijn hoofd. Dus zij hoorden mijn gedachten... Dat kan, dat kan niet anders. Want wij, en uh, die maat, maar ik dacht precies hetzelfde. Ja. He, dit is, we hadden dat niet afgesproken. <laughs> Zeker niet. Maar ik dacht <laughs> er alle, allebei: what the fuck do <laughs> He, wat doen jullie hier? En we kregen allebei ook hetzelfde antwoord. En dat was? Wij zijn hier om je te vertellen dat je op het juiste pad bent. Dat was het. Wow. En toen verdwenen ze. Net zoals ze verschenen waren. Gewoon die mensen dus ook. Hè. Ik noem het mensen, maar ik heb later lopen zoeken. Um, naar de verschillende rassen... en er zijn heel veel getuigen... en ik denk dat het de pleiade, Pleiadeus waren. Daar ja. ja, lijken ze het meest op. Laten we laten u even een, een foto zien... of een soort van vergelijkbare foto... Ja. wat het zouden kunnen zijn. Precies. D dit is wat ik kon vinden... wat er het meest op lijkt... wat ik gezien heb. Ja. En, ja. De, dus, de, en die verschenen... net zo plotseling als... verdwenen... net zo plotseling als ze verschenen. Geruisloos. Ger ja, net zoals... Die, ineens waren ze weg. En een paar seconden later ook die dat ruimteschip ineens weer weg het steeg niet op vloog niet weg het was gewoon het was er en ineens was het er niet meer ze stapte niet in zeg maar dat ging gewoon uh, ja. als, als als een soort mist trok het op nee niet niet eens het gewoon echt heel plotseling gewoon, gewoon gewoon weet je wel instantaan zeg maar ja. ineens weg Bam. ja ja, ja. Wow. Dus Verdwijnseld. dat was in 2009 in de zomer van 2009 ja, ja. en sindsdien uh, ja, heb ik me altijd ingezet om, om, om alle informatie die ik heb over buitenaardse en uh, het contact wat ook plaatsvindt met buitenaardse en hoe je dat ook zelf kunt doen om dat te verspreiden. En ja. de informatie ook zeker omdat de technologieën die deze wezens gebruiken voor ons hier op aarde ook van enorme meerwaarde kunnen zijn. Want uh, jij zegt waarschijnlijk waren het Pleiadische, uh, pleiadische uh, ras, zeg maar, wat, wat heeft het zich liet zien. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat zegt het over jou? Heeft het, heeft het iets met jou te maken, denk je? Nou ja, goed, de, uh, logica gebiedt me te zeggen van ja, want ik heb ze gezien en ze, ze verschenen voor ons. Dus ik was toen op een moment in mijn leven dat ik, uh, heel, dat ik moest gaan beslissen of ik bij Niburu zou gaan werken. En of ik dus zeg maar mijn normale leven los zou laten en in het diepe zou duiken om informatie te gaan verspreiden. De informatie die ik had vergaard in die voorgaande acht jaar, van 2001 tot 2009. Ja, want daar was je nog niet bij, nieuw boeren, was er vlak voor? Nee, dit was er vlak ah, voor. Ja, ja. Was, je, was je aan het twijfelen dan of je daarbij wilde? Nou, het is toch, want weet je, dat was onbetaald werk. En, en, en weet je, ja, je moet toch geld verdienen en ja. uh, ga maar door. Dus, dus ja, weet je, dit was, het was echt wel een grote keuze om dat te gaan doen. Ja, ja en laat wil ik zijn, als je, vooral, kijk, nu is het alweer meer geaccepteerd. Maar in die tijd was het ook wel uh, heel controversieel als je, als je over dat soort zaken... Uh, oh, toen was je nog een enorme zwever als je yoga deed. Ja. ja, nee, klopt. Nu is ja. dat heel normaal. Ja, nu zeggen, mediteren. Ja, tuurlijk mediteren. Nu, nu, ja, ja je. nee, toen was je nog echt ja. een uh, dwangbuismateriaal als je, <laughs> als je mediteerde. Ja, ja wel een beetje, ja. ja. nee, echt, ja. Maar dat was wel heel moeilijk. Dus, dus, dus ze voelden waarschijnlijk, ja, die wezen, die wilden jou dus gewoon vertellen dat je op het goede pad was. Uh, nou, en... het was voor mij wel echt het setje. Ja, oké, okay, dan mag ik dat ook naar vragen. Want ja. de dag daarna ben ik naar die boeren gegaan. Ja. Ja. Wow. Wauw. Heb je trouwens meer mensen gesproken die, uh, die, die vergelijkbare... Uh, ding hebben gezien? Ja, ja, zeker. Ja, ja ik ken er wel, wel zeker een paar. Ja. Het Ivo Meldpunt Nederland is, is een organisatie die jij vast ook al kent. Ja, zeker. Van, van Antwerpen, inderdaad. Ja. Waar Nederlanders uh, elke, elke, continu meldingen plaatsen. Oh. En in mijn tijd bij Niburu heb ik er een aantal van uh, zeker wel benaderd. Ja. En had je ook het idee dat je daarna ook weer uh, dat, dat je als het ware uh, gevolgd werd? Want, want uh, houden ze dan contact met je? Of, of, of wat denk je ervan? Uh, ik geloof me, ik heb ik heb het altijd al nog een keer willen meemaken, maar ik heb ja. ze niet meer gezien op, op die manier. Wel oh, jammer, ja. ja. Ja, ja, ja. Dit is wel echt, dit is echt mind blowing. Dat je dit meemaakt, denk je echt van wauw, dat kan alles. Dat ja. Kan alles. Ja, 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 ja. Ja, precies. Ja, en ik ben me toen ook vooral gaan focussen op, op het technologische aspect daarvan, omdat ik me besefte dat, oké, okay, dit is echt, echt. Ja. En ik wist het ergens al wel, hè, door zijn ja. werk en al die getuigen en, 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 en de manier waarop hij dat doet. Maar, maar ja, dan wordt het echt, echt. En, is, is, het, ja. is het uit te leggen aan mensen die dit nu voor het eerst horen? Want wat, dat, wat dat gevoel, dat enthousiasme, wat je dan hebt, hè? van wow, dit is wow, ik, 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 ken, ik ken het wel enigszins. Ja. Is, dat, ja, is, dat uit te leggen? is het uit te leggen? Is het, is het de winnende goal uh, bij de WK uh, uh, of, of, of nog erger? Nee, het is zoveel breder dan dat, man. Nee, nee voetbal. Wat? Voetbal, ja, maar, wat? Ik, ik probeer een metafoor <laughs> te maken. Nee, maar dit is onze toekomst. Het is altijd al de bedoeling geweest dat wij teruggaan naar de sterren. Daar komen we vandaan en daar moeten we ook weer naar terug. En dat voel ik heel diep. En dat is, dat is ook echt wel de tijd waar we nu in zitten. Het is niet voor niks dat alle regeringen, de grote regeringen in de wereld de laatste paar jaar, ook steeds meer naar buiten komen met hey, UFO's are real. Ze geven het gewoon toe nu. Hè. Voor het eerst in 80 jaar geven ze het gewoon rond daar toe. Ze zeggen dan wel van ja, we weten niet wat het is en ze zijn een, een threat to national security. Maar dat is bullshit. Ze weten dondersgoed wat het is en ze weten ook dondersgoed dat het helemaal geen gevaar is. Ja, ja, de laatste jaren hebben we natuurlijk heel veel uh, wat, wat, wat er naar buiten komt. Uh, vorig jaar David Grush, uh, een hele bekende klokkenluider inmiddels. Ja. Um, ik zag bijvoorbeeld ook uh, onlangs nog een documentaire van uh, Timothy Albarino. Dat is een, een videomaker en die was naar uh, Peru geweest. Hmm. En er de, de, de schijnt zo te zijn dat daar ook heel veel activiteit is geweest, maar dat... Het zijn dan uiteindelijk uh, het, het Amazonegebied van, van Peru, waar heel veel uh, afgelegen dorpjes uh, aan grenzen. Hmm. En daar schijnen dus ook weer uh, ja, mensen, ja, of het dan mensen zijn of niet, dat is een beetje onduidelijk. Maar er wa waren heel veel uh, uh, ja, wezens gezien die in een soort zwart pak waren en die ze die dan eigenlijk belaagd op een of andere manier. Hmm. Maar wat dat dan was, dat is nog een beetje onduidelijk, maar dat, dat werd wel in die hoek geschoven. Van, ja, is dat is dat dan bedoeld om uh, mensen bang te maken? Want Even een bruggetje naar fake alien invasie. Want mm. daar zie je ook wel. Mensen over praten van ja, zou het niet kunnen zijn dat mensen dat er nu heel veel ufo activiteit is of buitenaardse activiteit om mensen klaar te stomen, warm te maken voor zometeen een groter event. Ja, kijk, die, die, die fake alien invasie, dat is wel degelijk een ding. Ja, dat is, staat wel echt op de agenda. En goed, als, je, als ik denk over wezens in zwarte pakken, dan denk ik aan de tall whites. De, de lange witte, zeg maar. Dat worden ook wel de men in black genoemd. Zijn, uh, en de, die zijn zeker niet goedaardig. Hè. En uh, even los van het feit dat de meeste buitenaardse die hier komen goedaardig zijn, zijn er ook kwaadaardige. Ja. Maar ook belangrijk om te beseffen voor de mensen, denk ik, is dat er zijn ook heel veel door mensen gemaakte ruimteschepen zijn. En ook uh, zogenaamde programmed lifeforms, PLF's, dus, dus uh, ja, eigenlijk een soort bio-organische uh, robots, zou je kunnen zeggen, die bestuurd worden van afstand ja, nou, door nog, mensen. Cory Good vertelde, vertelde een keer in een uitzending dat uh, ruim 90% van wat we in de lucht zien aan ufo's, dat dat, dat dat echt gewoon door ons zelf gemaakt is. Of in ieder geval ja. gewoon re hoe noem je dat? Uh, reverse engineered. reverse engineered. Ja. ja. Ja, precies. Dus het is wel van materiaal waarschijnlijk gebaseerd op wat we van anderen krijgen. Maar we ja. hebben het wel zelf gemaakt. Ja, zeker. Ja. Ja. En dat is goed om te beseffen. En goed, als iets echt van, van buiten ons systeem komt... en echt buiten aard is, dan, dan voel je dat meestal wel. Want daar kun je op intunen. En daar krijg je echt iets van terug. En daar, daar, daar wordt dan een energetische verbinding gemaakt als je met goed aardige te maken hebt. En dan weet je eigenlijk wel dat het klopt, snap je? Dat is, ja, ja. Daar krijg je geen onbekend of verwarrend gevoel bij. Ja. Heb jij dan, dan zelf ook het idee dat uh, ja, we zijn, we zijn dan hè, wordt dan gezegd, we zijn dus zielen uh, die op reis zijn hier op deze planeet. Uh, heb jij dan ook het gevoel dat jij uh, um, meer geleerd bent aan een, een andere sterrenras dan, dan, dan mens? Of begrijpen we het concept mensen nog niet eens goed? Ja, dat sowieso niet, denk ik. <laughs> nee, wat zijn je ideeën erover? Want ik ben wel benieuwd. Nou goed, dan uh, vertel ik je een verhaal over uh, iets wat mij ook een soort van overkwam. Um, en dat is, is, uh, dit, dit is 2010, 11. Toen. Um, ik had een computer, ja? goed, een desktop, PC. En uh, daar had ik een plaatje voor gevonden als achtergrondafbeelding. Een mooi plaatje van een sterrenstelsel. Geen idee wat het was, maar ik vond het gewoon heel mooi. Een beetje groenachtige kleur. Mooi sterrenstelsel met een beetje. Ze was, was niet helemaal rond, was iets misgegaan ergens uh, ooit lang geleden. En welke, welke sterrenstelsel was het? Ja, wacht. Ik, oh, okay. kom ik toe. Want drie weken later ging ik voor, het, uh, voor de tweede keer in mijn leven naar Medium. Nou, Rieneke Schouten. Um, in Haaswaardenrijndijk. En, en uh, ik lag bij haar op de tafel en zij zei op een gegeven moment: van, uh, Wil je sterrennaam weten? En ik vond het allemaal nog maar een beetje zweverige shit op dat moment, weet je. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, ik, ah, ik sta op. altijd open voor nieuwe informatie. Het is goed, ja. Maar bijzonder was dat ik, toen werd ik eigenlijk vrijwel direct soort van overgenomen. En dat vond ik best eng, maar ik ging spreken met een stem die niet van mij was. En ik spelde mijn zogenaamde sterrennaam. En, en, Wauw. Ja. En, wat, en weet je het nog? Ja, dat is Dipali al ja, ik weet, ik weet ja. Wauw. D-Y-P-A-L-I-A-L. Dus Wat ik er je verder voelde... mee moet maar... ah. ja, maken. Weet je, volledig overgenomen of deels? Of de, of... Nou, je, nee, het was echt mijn stem. Ja. Ah. Ik, ik, lag op die, ik kon me ook niet bewegen op dat moment. Ja. Nee, maar maar het was echt... Dit is echt bizar dat je dit vertelt. Want ik, ik, heb, ik heb een vergelijkbare situatie meegemaakt. Oh. Ja. Als ik even mag. Ja, tuurlijk. Ik was met een vriend, zouden we gaan wandelen. Uh, het was inmiddels al twee jaar geleden en dat was ook dat was in, in de buurt van Assen en het was zo slecht weer heel veel sneeuw dus we gingen maar binnen zitten want ja het had geen zin het was echt veel te sneeuw hmm. en eh, toen gingen we ergens in de stad in Assen gingen we ergens koffie eh, drinken nou ja gewoon in, in, de, in het centrum van de stad en op een gegeven moment zit ik tegenover hem we zitten gewoon te praten en eh, ik voel gewoon op een gegeven moment dat ik gewoon eh, ja ik voel een warme gloed aan de linkerkant van mijn eh, lichaam en ik voelde dat gewoon uh, dat er iets door me heen gaat. Dat, dat er een soort energievorm, een flinke energievorm door me heen gaat. En ik voelde gewoon alsof ik overgenomen werd. Oh, okay. En vervolgens uh, ging hij ook voor mij praten. Hij, ging, hij nam het over. Mm -hmm. Dus ik voelde op een gegeven moment van, uh, dat ik wel aanwezig was. Ja. Maar het praten, ik zat ook gewoon voor hem. Ik zat gewoon naar mijn vriend te kijken van. Uh, wat er nu gebeurt. Weet ja, niet, maar ja, maar ja, ik ik praat gewoon door. Maar ik, ik ben het zelf niet. Ja, ja, ja. En dat ja, was, ja, het is dat heel was, vergelijkbaar. Het was tien, minuten, of nee, tien seconden, sorry. Ja. En toen was het weer weg. Toen zei hij. Ik zag daar een blauw wezentje staan, een Arcturian. Ach, wauw. Ja. Weet je nog Hij, wat je zei toen, hoor? Nee, ik zei niks bijzonders. Oh. Ik zei gewoon ik maakte gewoon een zin af, als het ware, en dat, dat, dat ja. ging even door. Maar ik zei niks, niks anders in jouw situatie, maar ik, ik ging gewoon door mijn verhaal. Maar, ja. ik voelde, hey, dit is dit, maar ik voelde wel een stuk van mezelf, mm. wat ik nog niet inderdaad gevoeld. Ja. <laughs> Heel apart. Nou, de, toen dat mij overkwam, toen, ja. toen, toen pas ging ik ook... Be, sommige andere channelers uh, begrijpen ja. wat er bij hun gebeurt, hè? want die zeggen dan ook van ja er komt iets door me heen en dat neemt me half over soort van of ik krijg blocks of faults daarvan en dat maar dat ben ik niet maar het gaat wel door me heen ik ben ja. er wel bij nou, ik had toen precies hetzelfde en Irineke die, die zei toen ja dat is je sterrennaam dat is een Andromedaanse sterrennaam en ik dacht oké okay, Andromeda Nou, interessant leuk ja. Uh, verder uh, ja week later kom ik erachter dat die uh, afbeelding... mijn achtergrondafbeelding op mijn computer... dat was het Andromeda sterrenstelsel nee, M135. Twee weken daarna ben ik bij een boekpresentatie van Thea Terlouw. En uh, ik, 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 ik loop daar. Ja, en zij komt naar mij toe en zegt... jij ja, komt van Andromeda. <laughs> ik zeg: wat? <laughs> hoe kom je daarbij? zegt, ja, door hoe je praat en door hoe je loopt. Ja, en toen had ik drie keer in vijf weken... Weet je, nou toen was het voor mij wel... En die Rienike die zei, ja, dus je hebt je eerste paar incarnaties heb je daar gehad. Weet je, en je bent nu hier, maar dat zijn wel een soort van je, je roots als het gaat om je fysieke uh, incarnaties, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Weet je, en dat zijn dan, de Andromedanen waren volgens haar de leraren. Mensen die uh, informatie verspreiden. Nou, en dat is precies wat ik eigenlijk altijd al probeer te doen. Ja. Dus dat klopte wel voor mij. Is dat een moeilijke taak op aarde? Ja, nou ja, zeker als het uh, om informatie gaat waar die aan het wereldbeeld van de meeste mensen toort. Dan is dat best lastig. Ja, maar ik kan niet anders, zoals gezegd. Ja, nee, want ik vind het gewoon echt heel belangrijk uh, om dat bewustzijn te verspreiden. Alles staat of valt met bewustzijn. Wauw. En, en uh, voel je je wel thuis dan hier? Jawel, ik voel me wel hier. Ik bedoel, ik ben hier niet voor niets. He, dus, dus zeker, tuurlijk. Ja, Maar, maar vraag, ik heb wel altijd niet, he? het gevoel gehad van, weet je, zoals het hier is, dat klopt niet. Weet je, dit kan anders, dit is niet de bedoeling. En, en, en dat is, ja, dus dat gevoel, wat dat betreft heb ik altijd wel zoiets van, van waarom is het zo'n zootje hier? Weet je, dit, dit, dit is niet hoe het hoort. Dit kan, dit kan veel beter, mooier voor iedereen. Waarom heeft de helft van de wereld overgewicht en de andere helft honger? Dat kun je niet goed praten, zoiets. Dat, dat kan niet bestaan. Hoe bestaat dat? Heb je uh, ook een idee hoe het dan in, in dat sterrenstelsel is van Andromeda? Heb je, heb je daar enig weet van? En Andromeda, dat zijn uh, vrij geavanceerd uh, rassen. Er zijn heel veel verschillende rassen daar. Het is een sterrenstelsel, dus een melkweg, net zoals als onze, onze melkweg. Dichtbij zijn de melkweg vanaf de Milky Way, onze melkweg, zeg maar. Of sterrenstelsel vanaf de melkweg. Uh, dus daar zit een enorme verscheidenheid aan rassen. Uh, er zitten zit ook bijvoorbeeld uh, reptilians eventueel. Zit het ook al? Dat weet ik niet. Ah, dat okay. weet ik niet. Ja. Ik weet alleen over de Draco's en de Zeta's en andere reptielachtige in onze melkweg. Ja, daar maar... zijn er al genoeg. Ja, ja. ja die <laughs> zitten toch eigenlijk vooral in or, uh, Orion, hè? Ja, en het sterrenbelt Serpentis, hè. Niet voor niks Serpent, de slang. Uh, dat, is, uh, en, en, dat is een enorme verscheidenheid aan reptielachtige rassen. Ja. Maar ook de heel veel positief, hè? Heel veel, heel veel liefdevolle voor Oh ja, zo ja, zeker. Ja, niet, zeker niet allemaal kwaadaardig. Maar de draco's en de Zeta Reticulens, dat zijn wel uh, kwaadaardige. Die ja. zijn niet heel erg lief. Je moet niet op straat tegenkomen. Nee, nee. <laughs> echt niet. Weet je? Ja, maar wat, een, wat een fantastisch verhaal trouwens. Ja, dat is wel gaaf. Maar dit, is ook, uh, dit vertel je niet aan iedereen. Ja, nu wel, Niels. Ja, nu wel. Maar ja. Ja, je bent bij mij gast, hè? <laughs> Nee, maar we hadden het in het vorige gesprek al even over. Hè. Dit is, um, ik zeg het vaker tegenwoordig. Als er ooit een tijd was om te gaan staan voor wat je vindt en wat je echt, echt hebt meegemaakt, dan is het nu wel. Al... Hoe is dat dan nu? Uh, want je ziet heel veel mensen in de, de nieuwe media bezig zijn met uh, ja, toch, uh, de politiek. Uh, World Economic Forum en de agenda's die er zijn. De klimaat en zo. En die zitten dan heel erg te schoppen dat het niet klopt. En, en, ja. maar, want, maar hoe is dat voor jou eigenlijk? Omdat je dat, hoe, zie, hoe kijk je naar dat schouwspel? Ik vind het heel reactief. Ik heb het zelf ook heel lang gedaan. Ik heb me heel lang bezighouden met het nieuws. Hè. Dus Wat gaat er fout en, en, en wat gebeurt er achter de schermen? Hoe werkt de wereld nu echt? Wie is nou die cult, die kabal, die elite, die illuminatie? En, en dan gaan we maar door. Ja. Maar de laatste jaren hou ik me veel liever bezig met wat willen we dan wel? En waar gaan we naartoe? En, en ja, we worden allemaal genaaid en het is allemaal het is heel veel donker, maar er is ook heel veel licht, er gebeuren ook heel veel mooie dingen. En, en weet je waar je energie aan je geeft, laat je groeien. Dus, dus laten we zoveel mogelijk energie gaan geven aan wat we wel willen, in plaats van wat we niet willen. En ik zie ook in de alternatieve media, de vrije media, nog steeds heel veel. Er wordt heel veel gepraat over wat we niet willen. En dat wordt ontleed en de andere kant ervan wordt belicht en dat is, dat is ook belangrijk. Tuurlijk, nog steeds voor veel grote groepen mensen. Maar ik vind het ook vaak heel reactief. Er gebeurt iets in de politiek of, in, of bij de WEF. Of, weet je, en, en daar wordt dan op gereageerd. En daar wordt dan de andere kant van belicht, eventueel. En ja, ja ik, ik vind het niet alleen een beetje makkelijk, maar ik vind het ook een beetje van: ja, weet je. Dat weten we nu ook wel een beetje. Ja. Waarom gaan we het niet hebben over de echte dingen? Kijk, voor, voor mij is het grootste nieuws eigenlijk, uh, eigenlijk al jaren uh, geleden uh, geweest. Uh, want, want Steven Greer is al, al lang bezig met zijn disclosure uh, tour. Mm -hmm. En we hebben even een fragmentje van de persconferentie van vorig jaar, want die hebben veel mensen ook niet gezien. Uh, maar die laten we nu even zien: een klein fragmentje uit de laatste persconferentie van Steven Greer met zijn disclosure tour. We are running a little over, and I apologize, but I think it's worth hearing as much as we can from these very courageous uh, men. Uh, one of the things, uh, I, if I had time, I would run through, we can go through very quickly. I think people in the military and in Congress uh, and the American people know that need to know the difference between the man made uh, advanced technologies and how they look and the extraterrestrial vehicles. We're going to run through a side by side. You can look and see ET, one on the left, seamless. It is actually uh, created uh, in a material science and technology we don't have time to go into, but we understand that, versus the man made ones that have components, parts, wires, and what have you. Next. And again. Next. And again. And then you hear on the right that is the Norton Air Force Base 1988. Air show classified. Uh, we have a, a witness who was in there, and these on the right are man-made. They were late Mercury era '59 through early 60s in their construction because we had mastered gravity control in October 1954. So these had been in the solar system by the time my uncle, who was North of Grumman, had worked on the lunar module out. On Long Island to put Neil Armstrong on the moon. Next. This is again an ET vehicle on the left, one with struts, parts, pipes, and often humming a transmission sort of transformer sound on the right. Next. And again, one that's extraterrestrial and a vague copycat that's man made. Nou, we hebben dus net even gekeken naar de persconferentie. Um, wat, wat vond je nou het meest veelzeggende uit deze persconferentie, Jeroen? Nou, wat, wat mij vooral opvalt is dat Stephen Greer, um, niet, uh, niet per se in dit stukje, maar uh, tijdens die persconferentie en ook sindsdien, um, heel stellig is in dat echte disclosure, dus de openbaring van het bestaan van buitenaards leven en, en de technologieën daarbij, nu echt. Er aan zit te komen. Heel snel gaat gebeuren. En deze man is al ruim 30 jaar bezig. En dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Tot, tot een jaar geleden. Oké, okay, dus hij is stelliger geworden. Hij, is daar, hij heeft nooit voorspellingen gedaan. Van eh, over een jaar of over dan, dan gebeurt er iets groots. waardoor iedereen gaat weten dit of dat. Maar nu is hij wel heel stellig van. het gaat echt niet lang meer duren. voordat we allemaal zullen weten dat dit echt is. En je ziet ook. Dat uh, heel veel regeringen in de wereld nu ook he, het Pentagon zegt letterlijk: UFO's are real. Dus, ja. dus dat is echt voor het eerst in 80 jaar dat ze dat uh, toegeven. En dat is wel bijzonder. Dus er is echt iets aan de hand. En we, we kunnen hier niet meer omheen. Dit ja. wordt een enorm ding. Ja. ja, wat je wel ziet is dat. Uh, want je hebt dus inderdaad Steven Queers, een van, van, de, van de mensen die er mee bezig zijn. Maar je hebt ook bijvoorbeeld David Grush. Die dus ook nu, volgens mij, voor het congres heeft verteld. Maar er zijn nog andere groepen bezig. Of volgens mij bij intelligence groepen. die bezig zijn om deze waarheid te pushen. Maar je ziet dus wel een soort strijd ontstaan tussen al die groepen. van dat ze toch een soort alleenrecht willen hebben. van wij gaan het brengen. Wij zijn de groep die echt vertelt hoe het zit. En da daar zit ook weer belangen bij. Maar ja. zouden daar ook technologieën achter zitten... misschien die ze zelf in handen hebben? Ja, ik weet niet. Ik vind het lastig. Want er, er is een klein gedeelte... en, en, en dat, is, dat zijn geen overheden. Maar de, dat is echt de corporate states. Hè? Dat zijn de, de, de grote multinationals en, en de deep black budget... Eh, waar overheden vaak niks van af weten. Nee. Ja. Eh, waar ze al lang de controle over kwijt zijn. Die weten echt hoe het zit... Weet je, dus het kan heel ja. goed zijn dat bijvoorbeeld een Pentagon of een CIA gewoon geen idee heeft. En inderdaad denkt van ja, we weten niet wat het is. En, en het is een gevaar, want we weten niet wat het is. En het vliegt in ons luchtruim. Ja. Maar er zijn gedeeltes, er zijn groeperingen die heel goed weten wat het is. Ja, maar een Pentagon of een CIA is ook niet zomaar even één afdeling. Hè? Dat, dat je, dat je een, een gebouw inloopt en dat je ziet gewoon één, één vloer, één afdeling. Dat is het Pentagon. Dat is nee, zo ja. gigantisch groot. Enorme organisatie. En allemaal afdelingen en uh, de. Dus de, de er zal ook een onge ongetwijfeld een piramidale structuur in zitten, dat weet ik niet. Maar, uh, mm -hmm. dus, dus dat de een het wel weet en de ander niet, uh, ja dat is, dat is vrij logisch. Ja, maar... Die compartmentalisatie ja. die is er altijd. Ja. En er zijn er maar weinig die echt van de, van de hoed en de rand weten, zeg maar. Ja. Of weten hoe de voorkeur in de stil zit. Ja. Dus dat is zeker. Um, en kijk, er spelen enorme belangen. Want uh, de, de, de cult, de kabaal, hoe je ze ook wilt noemen, er zijn verschillende groeperingen. Um, maar die maken al heel lang gebruik van uh, deze technologie. Uh, zoals uh, anti-zwaartekrachttechnologie, uh, vrije energiesystemen voor voortstooting, maar ook bescherming. He, dus uh, elektromagnetische schilden, uh, he, waar de Duitse UFO's in de Tweede Wereldoorlog ook al gebruik van maakten. Als je het he, over Operation High Jump gaat hebben of zo bijvoorbeeld. Dan is, wordt dat ook heel ja. duidelijk. Ja. He, dus, dus, dus er zijn vergaande geavanceerde technologieën mee gemoeid. En ja, natuurlijk, als jij die hebt, dan wil je het liefste die voor jezelf houden. Want als anderen ze ook hebben, dan heb je geen voordeel meer. Nee. Ze, ze lopen iets van 80 jaar voor inmiddels, hè, volgens mij. Dat zou me niks verbazen. In ieder geval, alles wat wij in het publieke domein weten, ze zijn al veel en veel verder dan. Ja. dat. En als we dan over ze hebben, want dat is vaak de vraag die ik krijg: ja, je zet je het steeds over ze. Maar wie zijn ze? Zijn, zijn dat inderdaad die, die specifieke groepen die over die technologie beschikken? Uh, uh, de, dus van in het militaire circuit? Ja, het is een heel complex en, en heel, heel breed verhaal. Want buitenaardse komen hier al voordat wij hier waren. En zijn ook hoogstwaarschijnlijk uh, tot op grote hoogte verantwoordelijk geweest voor de creatie van de mens zoals die nu is. He, door het ingrijpen in het DNA van de Homo, homo erectus. En het, wat DNA splicing genoemd wordt, hè, wat wij nu ook al doen in onze maatschappij, het mengen van DNA ja. om nieuwe soorten te creëren. Um, dus wij hebben heel veel alien DNA in ons ook. En, en uh, er wordt vaak gezegd dat onze voorouders zijn de Pleiadiërs, de Tausetiërs. Het Tausetiërs, trouwens, een van de dichtbijzijnde planetiërs, is erkend en bevestigd door de wetenschap dat daar komen radiosignalen vanaf Serieus? Ceti, oh, ja. Oh. ja. Dus dat heeft de wetenschap gewoon bevestigd. En het is ook in een aantal graancirkels teruggekomen. En dat is gewoon, ja, dat is een teken van beschaving. Ja. He, dus, maar goed, dat is ook een verontwikkelde. Dat zijn onze voorouders, is, is de consensus. Maar, dus, dus het is. En er zijn zoveel buitenaardse rassen. En er zijn er ook zoveel die al hier geweest zijn. En je hebt de Zeta's en de Draco's en je hebt de Greys... en je hebt de Pleianiërs en de Syrianen en de orions en... Ga maar door, het is, dus, dus niemand weet precies hoe dat zit. Nee. Maar feit is wel dat er, als het gaat om mensen, kleine groepen mensen zijn, zeer machtige mensen. En dit zijn niet de mensen die je ziet op tv of waarover geschreven wordt. is dus niet Klaus Schwab? Zeker niet Klaus Schwab, <laughs> nee. Schwab is gewoon een marionet. Want hem zie je de hele tijd en er wordt veel over hem geschreven. Maar de mensen die aan de touwtjes trekken, daar zie je nooit, die, die zie je nooit, daar hoor je nooit wat over. Dat die zijn echt achter de schermen. En dat zijn de echte machthebbers. En dat, dan heb je het echt over, over de oude families. En de oude rijke families, die al sinds jaar en dag alle grond in bezit hebben. En bijna al het geld. En... Rothschilds, Rockefellers. Ja, ja, maar ook de Merovingians en de, de Medici. En die, ja. die, die, die oude families, weet je wel. En, dat is, daar wordt, daar, daar hoor en daar hoor je ook niet zo vaak over. En dat zegt je eigenlijk. Ja. Het meeste. Maar die, die zouden dus daar wel weet van hebben en uh, die, nou, dan zou je ook denk, kunnen denken: van die hebben dan ook daar contact mee? Nou, die hebben volgens velen en ook zeer geloofwaardige getuigen, die hebben ook deals gesloten met uh, verschillende rassen. Basis in ruil voor technologie, uh, basis in ruil voor uh, het laten toestaan van ontvoeringen en, en medische experimenten. Uh, allerlei soorten deals, hè? ook uh, voor invloed, hè? dus, dus uh, ga maar door. Ja, nee, zeker. En weet je, er wordt bijvoorbeeld, als, je, als we uh, gaan kijken naar bijvoorbeeld de Thule, uh, Thule Gesellschaft of de Vrije Society, dan hebben we het over 1928, 1932, 1933. Er wordt gesproken dat de Greys toen al deals hadden gemaakt met de Nazi's. Hè, om die Duitse ufo's te gaan bouwen. Ja, ja. Jij hebt trouwens uh, daar heel veel lezing over gegeven. Hè? Over die in de, de periode dat Hitler opkwam. En dat ze toen al uh, ja, veel contact hadden met, met uh, reptilians. Ja, ja, en de, de Greys zijn dan een beetje de soort van de, de hulpjes van de, van de Draco's en de Zeta's, de, de reptielachtige. Ja. Ja. ja, dat is een heel groot onderwerp, maar uh, dat, dat, dat kunnen we een, keer een andere keer misschien wel behandelen. Misschien dat je een keer uh, in een nieuw thuisstudio een uh, lezing kan geven. Maar goed, daar uh, dat, kunnen we al het over hebben. Ja. ja, dat is leuk. <laughs> ja, alleen, dat is, ja, dat is echt gigantisch groot. Maar dit, alleen dit al, hè, als je dit, dit soort informatie tot je krijgt, denk je van, jeetje, wat dat. We gaan er best snel doorheen. Hè? Als mensen dit voor de eerst doen, ja. we gaan er heel snel doorheen. Ja, je kunt over elk stukje kun je een paar uur hebben als je ja, wil. Ja, ja. Kun je helemaal de diepte ingaan. Ja. Ja. Is, het, uh, is, is het onhandig wel een beetje te doen om, um, uh, want als mensen ja, zich meer bewust worden en, en met dit soort onderwerpen bezig gaan, de, de, je kunt dit niet in, in, in een paar uh, minuten samenvatten. Dit is echt te groot en te gek ook. Ja, en tegelijkertijd is het eigenlijk ook allemaal heel logisch. Want we leven in een, voor onze begrippen, oneindig universum. Dus het is eigenlijk heel logisch dat daar ook een oneindige verschijnheid aan leven is. Net zoals op onze planeet miljoenen en miljoenen verschillende soorten heb. Weet je, het is voor mij heel logisch dat dat zo boven, zo beneden ook in het bredere spectrum in de kosmos ook zo is. Ja. En ja, als wij nog maar heel kort bestaan. En dit is dus volgens, uh, de, volgens de. De buitenaards die uh, in Roswell crashte, waarvan de één overleefde en ondervraagd is op, uh, op de uh, door een uh, verpleegster, uh, bestaat de kosmos al triljarden jaren. Maar wij denken dat die op dit moment 14,3 miljard jaar bestaat ongeveer. Nou goed, wij mensen, hoe lang zijn wij hier? 125.000 jaar of zo? Ja. Zo'n beetje, dat is een beetje de, 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 de Darwiniaanse uh, overtuiging. Ja, er zijn... Als er oneindig veel rassen zijn, dan zijn er dus ook rassen die al miljarden jaren geleden ontstaan zijn. Of miljoenen jaren geleden. Moet je nagaan hoe ver die al zijn. Ja. Dus voor mij is het heel logisch dat sommige daarvan al zo geavanceerd zijn. dat ze ook hierheen kunnen komen. Ja, er is, wordt wel eens gezegd. Uh, toen heb ik een keer gehoord van. Uh, van ja, Martijn van Stavelen die dat destijds zei. Die zei van ja. Er wordt soms een beetje naar onze ontwikkeling gekeken als mens. alsof we echt nog in de kinderschoenen staan. Dat Echt letterlijk kinderen zijn. Mm -hmm. En, en dat, dat, ja, kijk. Als je ziet ook wat we, wat we doen op deze planeet, hè? Ja, We zijn, we nog zijn gewoon kinderachtig de... bezig. Toch? Ja, we, we, <laughs> zijn nog steeds, we zijn nog steeds oorlogje aan het voeren. En nog steeds ja. uh, niet bewuster geworden. En nog steeds overal een hek aan het heen zetten. En zeggen, dit is van mij. En dit is niet van jou. En dit is van mij. En ik ga het niet delen. Want, want ik ben beter dan jou. En ja. ik weet het beter. En dat is eigenlijk heel kinderachtig. Ja. Ja. We komen eigenlijk pas net kijken. Ja. Ja maar dat, 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 Ik denk dat, dat dat is van mijn kijk. Misschien dat jij dat hoe, hoe jij dat ziet, ben ik wel even benieuwd naar. want uh, Stel je voor, dit jaar of, of volgend jaar uh, komt, er wel, komt er echt een, een, een groep die zegt van oké, okay, laat ons zien. He, een buitenaardse beschaving. Hmm. Uh, nou, dan, dan, dan kan daar natuurlijk heel wisselend op gereageerd worden. ik kan heel liefdevol gaan. Ja. Maar kun, mensen kunnen ook helemaal door de lint gaan. Ja, zeker. En, en dan komen we weer terug bij dat bewustzijn. He, want, want dat is toch echt wel waar het mee staat of valt. En uh, kijk, daarom vind ik het ook zo belangrijk om deze informatie te verspreiden, is zodat het bewustzijn daarover kan groeien. Want hoe meer dat plaatsvindt, hoe minder mensen uh, bang zullen worden als het eenmaal gebeurt. Ja, want ik, ik maak deze uitzending niet omdat ik per se uh, uh, beroemd wil worden of zo, maar gewoon <laughs> meer. meer dat ik, ik vind het belangrijk om dit te melden. omdat Ik, gewoon, ja. ik, mis, ik zie gewoon een gapend gat in de media. Waarin het gewoon niet gezegd wordt. Het wordt, wordt ja. Ik vind het zonde. Terwijl natuurlijk een enorm ding is. En misschien wel een van de belangrijkste ontdekkingen of onthullingen in de mensheid. Is dat we niet alleen zijn. Ja. Dat, dat kan potentieel een verenigend effect hebben op de mensen op aarde. Als, ze allemaal, als we allemaal zouden beseffen. van shit, we zijn niet alleen. Dat, dat kan ons verenigen. Het kan, dat kan twee kanten opgaan. Want als, als het aan, uh, aan de cult ligt. Dan, uh, dan, dan gaan we dat gebruiken om uh, samen tegen de aliens. Want, oh jee, ze komen ze allemaal opeten... dus ja. we moeten verenigen en samen... en dan één wereldregering... want dan kunnen we het makkelijkst tegen de aliens vechten. Ja. Maar het kan ook de andere kant op werken. Van, hé, hey, oké, okay, als er zoveel andere wezens zijn... dan is het misschien handig om onze zaken op orde te, te krijgen hier. <lacht> <lacht> misschien kunnen we beter samenwerken... en zorgen dat het op onze planeet het een beetje goed gaat... voor het geval dat... Hè, en, en dat, misschien vinden andere rassen dat ook wel fijn... als, we dan, dat als wij lief doen tegen elkaar... Dan pas kunnen we ook naar buiten toe gaan. Ja, we gaan even naar het volgende stukje, want uh, dan kom je al heel snel bij contact maken met buitenaardsen. Uh, dus er zijn methodieken die dat kunnen versnellen, die, 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 die mensen kunnen gebruiken om dat te doen. Ja. Uh, sommige mensen hebben dat niet eens nodig, die kunnen dat van zichzelf of die, die hebben intens uh, contact met, met, uh, met, met rassen, wordt gezegd. Het uh, mm -hmm. zou goed kunnen. Maar je hebt ook CE5. En dat yeah. is een methodiek die Stephen Gray heeft ontwikkeld. En yeah. uh, jij weet hoe dat werkt? Ja, yeah. dat uh, staat voor close encounter of the fifth kind. Uh, en je, je hebt dus uh, de first, second, third, fourth en fifth kind van close encounters. Nou, de first is dat je ergens in de verte een ufo ziet. En de fifth kind is human-initiated contact. Dus het door mensen geïnitieerd contact. Ja. Dus in plaats van dat ze jou komen halen <laughs> en uh, meenemen of zo, It's home. Dat <laughs> is a close encounter of the third kind. De ja. uh, fifth kind is dat mensen dat zelf uh, initiëren. En Stephen Greer heeft daar al lang geleden een protocol voor ontwikkeld. Dat noemt hij dus de CE5-protocols. En. Uh, hij, doet al, hij heeft dat al tientallen keren, zo niet honderden keren gedaan en, en groepen over heel de wereld hebben geleerd hoe dat moet en doen dat ook. En die gaan dan de dus avonds in het weekend met een groep van 10, 15 mensen gaan ze ergens uh, ver, ver weg van de beschaving, hè, omdat een, een, bu een, ruimte, een buitenaardse laat zich niet zomaar zien. Waarom niet? Nou ja, goed, ze hebben wel wat beters te doen. Ja, ja hoor. Uh, ze komen niet omdat jij in ieder geval wil zien. Waarom zouden die niet gewoon hier. Het uh, was dan een heel leuk gesprek geworden. Ja, ja, nee, ze zijn welkom, wat mij betreft. <laughs> Direct. Ja. Ja. En wellicht zijn ze hier ook al. Hè? Want ja. wat dat betreft, uh... Maar er gaat dus wel een, een soort spirituele groei aan vooraf eigenlijk. Nou nee, maar het is serious business. Ze komen echt niet voor de lol. Weet je, ze komen hier vanaf een andere ster. Weet je, dat is nogal een reis. En ze gaan dus ze komen echt niet voor jou lol omdat jij even een keer een UFO wil zien. Is het eigenlijk wel zo? Want ik, ik hoor ook geluiden uh, die zeggen van ja, een andere ster, maar je, er is ook technologie die gewoon kan, plop, kan ploppen naar het ene naar het andere. En dan is het eigenlijk maar een hele, hele korte reis. Ja, zeker, tuurlijk. Via een wormgat, ja. hè, dit is, is algemeen bekend uh, ondertussen bijna. Dat is een uh, door uh, het is geen natuurlijk fenomeen, maar je kunt een wormgat creëren en dan kun je. Van A naar B binnen. instantaan eigenlijk. Ja. Maar je hebt wel bijzonder grote hoeveelheden energie nodig. om een wormgat te creëren. Dus dat doe je echt niet zomaar. En daar wordt goed over nagedacht. En dat is. He, de, de folding of spacetime. He, dus het opvouwen van, van de ruimtetijd, om dat voor elkaar te krijgen. Dat is ook niet, weet je wat? Maar is het voor, voor elke. Is het voor, voor, voor alle rassen hetzelfde? Of, of, of kunnen andere uh, groeperingen makkelijker die energie verkrijgen en, en, en zo'n stap maken? Of, weet er zijn je heel veel manieren om, uh, om te reizen. Ja. Dus niet, niet iedereen gebruikt wormgaten. Maar het oude idee van heel veel mensen is nog: we stappen in een vliegtuig of we stappen in een spaceship en dan oh we gaan even kijken, we zetten de hoe dit ook alweer de de de. de, de nou ja de je, hyperspace. Uh, nee, of ja, wat, wat je een auto hebt, We zo, zo'n uh, GPS zetten we aan. Oh over, ja, ja, over over uh, 400 jaar zijn we er pas, hoor. Dus uh, ja. ga maar even rustig op de stoel zitten. Ja. ja, zo werkt het natuurlijk niet. En laat je even invriezen en dan over 400 jaar oh, ja. dan uh, word je weer wakker en dan uh, dat kan ook natuurlijk. Ja, dat kan ook nog, ja. 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 Nee, maar er zijn echt, uh, weet je, het is zo divers, weet je, de mogelijkheden zijn eindeloos. Er zijn meerdere wegen naar Rome en er zijn dus ook meerdere wegen om van ster naar ster te, te reizen. Weet je, dus, dus wat dat betreft. Uh, maar terugkomend op je vraag, ze komen hier niet zomaar. Nee. En dat je echt, het is echt wel een serieuze aangelegenheid. Plus, ze lopen ook gevaar. Het, het, als ze hier komen, goedaardige buitenaards die hier komen, uh, die hebben ook de kans om, om aangevallen te worden door de kwaadaardigen die hier de baas zijn, samen met de cult of de cabal of hoe je ze ook wilt noemen. Uh, dus dus, dus is het is ook een risico. Ze laten zich niet zomaar zien. Zeker niet in fysieke 3D, want daarin zijn ze het meest kwetsbaar. En dus, dus wat dat betreft, het is ook dus zeker een spirituele aangelegenheid. Je moet er echt integer en zuiver in gaan. En het doel dient te zijn, in de woorden van Greer, is om vreedzame diplomatieke betrekkingen aan te gaan met deze rassen. Deze rassen vinden ons ook heel interessant. Zij weten als geen ander dat zij ook van ons kunnen leren. En wij ook van hen. En dat is eigenlijk waar het om moet gaan. En als het gaat om diplomatieke betrekkingen. Dat gaat vanuit wederzijds respect en om van elkaar te kunnen leren om uit te wisselen. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze dan voor ons uh, zouden kunnen leren. Heb jij er enig idee van? Nou, wij mensen schijnen een enorm vermogen te hebben uh, in, uh, als het gaat om onze emotionele range. Dus wij kunnen van diepe haat tot intense liefde. En alles ertussen kunnen wij voelen. En dat genereert frequenties. Je zendt continu frequenties uit. En dat schijnt best bijzonder te zijn in de kosmos. Heel veel rassen die zijn een stuk vlakker. Die hebben ja, niet zo'n enorme range. Dat heb ik ook een keer gehoord inderdaad. Dus dat, uh, dat is sowieso dat, dat hebben we niet eens door. Hè, dat we zo intens in onze emoties zitten. Dus uh, inderdaad, die woede of de, die, die gigantische euforie. En de energie die we daarmee creëren en uitzenden. En, de, en hm. daarmee creëer je dus ook letterlijk echt dingen. En dat is dat is heel krachtig. Maar in die zin zijn, want je, je, het idee wat ik vaak heb van buitenaardse of van, van van laten we het even op mensachtig houden. Uh, dat ze dus uh, verder geëvalueerd zijn en dat ze dus ook een hogere ethiek hebben. En uh, meer spiritueel natuurlijk. Maar dat, 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 voor mijn gevoel is het, heeft het vaak een hele serieuze uh, uitstraling. Serieus, misschien een beetje, ja, een beetje arrogant. Nou, arrogant zou ik niet willen zeggen. Wel, uh... Maar er zijn ook heel veel die maken gewoon lol hoor. Ja, maar nou, oké. Okay. Echt wel. Vertel eens. Ja. Ja? Nee, er zijn, er, er is, uh, volgens Greer uh, was er tijdens 1CE5 een Andromedaanse uh, entiteit, die was eigenlijk alleen maar aan het spelen. Ah. Ja, maar van spelen leer je ook heel veel. Ja, ja dat vergeten we bijna, wel die serieuze dingen. Ja, Tjonge. precies. Ja? Spelen leer je misschien wel het meeste van. Als we nou uh, CE5, uh, kun je kort uitleggen hoe dat dan gaat? Ja, ja dat zal ik doen. Uh, want dit is dus iets wat eigenlijk iedereen kan. Neem een groep vrienden, zorg dat je serieus bent van oké, okay, wij willen uh, dit ont ontwikkelen, ontdekken. Uh, wat je gaat doen is je, je gaat dus naar een afgelegen plek, ergens in de natuur het liefst, ergens waar je ook mooi naar boven kan kijken. Neem een paar camera's mee, een paar laserpennen mag misschien uh, niet, maar kom, want dat is wel handig om mee te nemen. Uh, Greer doet altijd ook uh, bepaalde meditaties. Ja, en die doet het op de, op de Indiaanse manier. Hè? Dus uh, daar is hij zelf ook van. Hij mediteert te veel. Um, maar waar het om gaat, is dat je, dat je echt even, gaat, even rustig gaat worden. Jezelf even leeg maakt. En dat je gewoon met z'n allen even een soort groepsenergie neerzet: van oké, okay, we gaan dit doen. Ja, en wij, wij komen vanuit vrede. En wij, wij zijn er om te leren. En we zijn gewoon nieuwsgierig. We willen graag vreedzame diplomatieke betrekkingen hebben. Vervolgens uh, ga je uh, in een groep uh, doen wat hij CTS noemt. Dat, dat is een afkorting voor Coherent Thought Sequencing. En wat eigenlijk op neerkomt is dat je een soort instrument landing system uh, gaat vormen voor de buitenaardse. Dus hoe hij dat omschrijft is, en hoe je dat dus ook doet, is je gaat uh, zitten in meditatie... En je gaat in gedachten, ga je uitzoomen vanaf de plek waar je bent, omhoog. Ah, oké. Okay. Dus bijvoorbeeld vanaf waar we hier zijn, in Zwolle, ga je omhoog. Je ziet de stad Zwolle, je gaat nog hoger. Je ziet de provincie Drenthe, je gaat hoger. Je gaat, of Overijssel. Overijssel, ja, niet excuse, zeggen. Ja, pas excuse, op. <laughs> ja, <laughs> je, gaat, je gaat nog hoger, je ziet Nederland, je ziet de aarde, je gaat de ruimte in. En je ziet de aarde en de maan en je gaat, zeg maar... En dat blijf je eigenlijk doen. Je blijft uitzoomen tot buiten het zonnestelsel, buiten onze melkweg eventueel, maakt niet uit, totdat je het gevoel hebt van hé. Hey. Met dus die intentie die je neergezet hebt neergezet, van ik wil contact. Vaak gebeurt het al veel eerder hoor, voordat je uit ons zonnestelsel bent, want we ah. zijn echt allemaal uh, aanwezig. Uh, totdat je zoiets hebt van hé, hey, hier, hier is iets. Hier, hier voel ik contact. In de meest vage, breedste zin van het woord. En daar ga je dan even hangen. Totdat je het gevoel hebt van oké, okay, nu is er wat. En vaak uh, weten mensen, voelen dan echt van oké, okay, ik heb nu contact ergens mee. En wat je dan doet, is dan ga je eigenlijk weer terug vanaf dat punt. Ga je weer terug inzoomen tot waar je bent. En dat zorgt voor een energetisch lijntje zou je kunnen zeggen. Uh, wat hij dan een instrument landing system noemt. Dus een soort flight path voor die om te komen naar waar jij bent. Ah, ja, ja. Het is een soort laserachtig lijntje wat je maakt ja, waar ze dan op kunnen aan waar ze op kunnen en dat is dan hun flight path, zodat ze naar toe kunnen zodat ze precies weten waar ik ben ah, en, en en dan gebeuren de meest bijzondere dingen en dat, dat dan dan worden er ook vaak uh, ufo's gezien of uh, ja zeker ja ja, 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 ja. ja, ja. maar ook uh, aanwezigheid van wezens in de groep buiten de groep vlakbij en, en tot aan naast mensen worden buitenaardse wezens gefotografeerd, maar ook ruimteschepen in de buurt en heel duidelijk ook wat je echt niet, niet alleen maar vage verre lampjes of zo, maar echt wel serieuze, serieuze aangelegenheden. Ah, ja. En uh, moet je daar er ook uh, ervaring voor hebben met meditatie ofzo, of zo? Of maakt het niet uit? Nee, het gaat er eigenlijk om dat je in de rust komt en dat je die pure intentie hebt. En dat je die zuivere intentie hebt. Dus niet dat je daar komt om even een ufo te zien. Gewoon omdat jij dat zo leuk vindt. <laughs> nee, dat je echt wel beseft dat dit serious business ja. is. als de een... intentie zuiver is, dat is belangrijk. Ja, en dat dit onze volgende stap in de evolutie is. Een contact op een vreedzame manier met buitenaardse rassen. Maar goed, nogmaals, daarvoor is het dus wel van belang. Dit gebeurt dus alleen nog maar op individueel en kleine groepen niveau. Omdat wij als mensheid zijn, wij daar gewoon nog niet klaar voor. Wij maken elkaar nog steeds af om rassen, om grondstoffen, om land. Om... Snap je? En zolang we dat doen, zijn wij niet klaar als mensheid in het ja. geheel om, om buiten onze planeet ja. contact te gaan krijgen. En, en zie je het ook als een soort uh, uh, zo, 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 zo duidelijk uh, uh, signaal dat wanneer dus uh, zogenaamd dan wel contact wordt gemaakt, het, het, terwijl wij nog bezig zijn met oorlog, dat het dan fake is? Zie je dat, zie dat zo? Ik denk dat je heel kritisch moet zijn, zoals altijd. Op het moment dat overheden naar buiten gaan komen met, uh, er is contact. Um, en dan zou ik heel erg gaan opletten aan, aan, aan hoe zij dat dan gaan omschrijven. Ja, maar, ja. maar heel veel mensen denken ook van, ja, als wat de over, overheid zegt, dat vertrouw ik niet meer, dan geloof ik ook niet meer in buitenlands leven. Ja, nee, ik, ik vind dat je altijd kritisch en sceptisch moet zijn. Ja. Maakt niet uit ook. Wat ik zeg of wat de overheid zegt. En alles ertussenin. Sowieso moet je altijd doen. Want dat is dat is gewoon slim. Anders ben je eigenlijk naïef. En dan ja. kan iemand je wijs maken wat hij wil. Nee. Maar wat ik dus veel zie is dat omdat ik zelf uh, wel van overtuigd ben dat het dat, uh, meer is dan wat we kunnen zien. Uh, dus buitenaard leven bijvoorbeeld. Maar, uh, ja, maar dat kunnen we heel goed zien. Jawel, maar, maar heel veel mensen die, die denken van dat het helemaal niet bestaat. En dat, dat omdat, omdat de overheid dan zegt van uh, het bestaat. Oh nee, dan zal het ook wel niet zijn. Ja, of mensen die geloven in de platte aarde en het firmament. En dat we nog nooit de ruimte in geweest zijn. En dat alles maar geprojecteerd wordt op die koepel die over de aarde heen staat. Die mensen heb je ook. Heb je ook, ja. ja? ja. Dus ja. Ja, ik heb dat nooit tegen een koepel aangevlogen, dus ik, ik kan het ook niet vertellen. Maar, uh. nee, nee, maar het bewijs is zo overweldigend. En, en de getuigen zijn zo, ge, zo geloofwaardig, zijn zo serieuze mensen. De, de documenten, de video's, de, de enorme hoeveelheden geld en, en manschappen en energie die hierin gestoken worden. Dat is niet omdat het allemaal maar een projectie op een schermpje is. Ergens. Nou, de voormalige uh, minister van Defensie uit Canada... die probeerde dat jaren geleden ook al, een persconferentie uh, te doen... Uh, met, met uh, het naar buiten brengen van Disclosure. Helier. Helier en, uh, Paul Helier, ja. De, de Amerikanen wilden niet meedoen. Maar uh, dat is ook allemaal, uh, zeg maar, uitgezonden. Is ook serieus event. Se serieus en met, met heel veel andere uh, hoge pieven. Hij heeft geen enkele reden om dat te verzinnen. Nee, hij is inmiddels overleden trouwens, maar goed, ja. Uh, ja. Ja, maar zijn, zijn video's en, en toespraken zijn nog veel te vinden. Ja. Ja. Jeetje. Um, ja, c 5 hebben we gehad. Um, wat, wat verwacht jij van 2024? Want dit, dit wordt volgens heel veel uh, spirituele goeroes en uh, channelaars en volgers. Dit, dit wordt een jaar. Van ga, de disclosure. Ga, dit is een jaar, ja. is sowieso een bijzonder jaar. Wat, wat, wat denk jij ervan? Ja, elk jaar is weer bijzonder, Niels. Maar ik denk als het gaat om disclosure, uh, dat dit wel een groot jaar wordt. We hebben echt een, een soort aanloop naar iets gezien in, in, in de overheden. En waar zij mee naar buiten komen de afgelopen jaren, qua, als het om UFO's gaat. Hè? Van het Pentagon tot, 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 tot de Braziliaanse regering, tot de Engelse regering die ze UFO-files vrijgeeft. En er zijn allerlei uh, dingen gaande. Het komt steeds vaker in het mainstream nieuws ook. Hè? Dus tot aan de New York Times en toe. Uh, dus de, zelfs de meest uh, gevestigde uh, oude media, zeg maar. Hè? Ja. Die, uh, die heeft het hier nu over. De, ze, moet, ze moeten wel. Dus ik verwacht veel meer sightings. Ik verwacht nog veel meer uh, onthullingen op dit vlak. Weet je, en kijk, er is ook iets voor te zeggen dat. Stel je voor, je weet hier niks van, hè, als overheid, of als Amerikaans congres. En je komt erachter dat dit, dat dit echt een ding is. Dat je, dat je ook zoiets hebt van. Nou, we gaan niet alles in één keer op het volk afgooien, wat we weten, want dat is te veel. En dan worden ze dan worden ze bang of raak ze in paniek. Die, die afweging is er natuurlijk ook ja, altijd. Natuurlijk. Hè? Dus ja. dat doe je mondjesmaat. En, en, maar dat zie je dus nu al een paar jaar gebeuren, eigenlijk is het in 2017, dus de laatste zes, zeven jaar al, zie je dat langzaam en steeds meer naar buiten komen. Dus, dus ze erkennen nu dat het echt is. Buitenaardse zijn gewoon een ding. Het is echt waar. En dat gaat alleen nog maar groter worden. En, en, en ja, zoals we al zeiden, dat is potentieel een van de belangrijkste onthullingen in de geschiedenis van de mensheid. Dat we niet alleen zijn. Ja. En ik denk dus dat we daar nog echt wel veel meer van gaan zien. Tot aan zelfs misschien wel uh, fysieke acties uh, aan toe. Dus dat we niet alleen maar meer sightings krijgen en meer nieuws, maar dat er ook echt iets gebeurt. Hè? Dat, dat die ruimteschepen ook echt iets teweeg brengen op onze planeet, zeg maar. Qua, ja. qua schade of dat soort dingen. Want je weet dat de agenda is eigenlijk dat ze ons bang willen maken voor die buitenaardse. Dat doen ze continu. We weten niet wat het is en het is een gevaar voor onze nationale veiligheid. Ja, en dan kan er een wereldregering komen. Dat is een beetje het idee, hè? Nou, dat is in principe wel een logisch gevolg, hè. Als je zegt van, oh, er zijn gevaarlijke buitenaardse rassen, dus we moeten met z'n allen verenigen om samen tegen hun te vechten. Dus hebben we één wereldregering nodig? Want dan is het het makkelijkste te organiseren. Ja, nou ja, goed. Ja, het is nog steeds een scenario. Het is nog steeds. En lijkt voor veel mensen misschien ver gezocht. Maar het is een scenario. Zeker. En er wordt uh, op ingespeeld. Dus en dan hebben we het nog niet eens over Project Bluebeam gehad, natuurlijk. Waarmee die, die, ze ook zo'n uh, alien invasie zouden kunnen faken. door ja. middel van holografische projecties. En dat die holografische technologie die is al zover. Ze kunnen gewoon levens, echt eigenlijk alles projecteren in de lucht. Ja, je ziet het ook wel gewoon in winkelcentra tegenwoordig. Hè? Dan zie je gewoon op de hoek dat er gewoon een grote tijger uit dat scherm komt. En dan ja. die, die die gewoon letterlijk naar een, een willekeurig figuur op straat. Uh, ja, dat, dat is echt heel eng. Ja. Heel heel, heel uh, uh, realistisch hoe de trui ja. ziet. Ja. ja, en ze zijn dus al 50 tot 80 jaar verder dan dat. Ja, kunnen we Want dit is wat wij weten. Dit is ze kinderspel. zijn al veel verder. Dit is kinderspel. Ja. Ja, dus, dus, dus het wordt zeker wel een spannend jaar, denk ik, als het om dit onderwerp gaat. Dan, ik zeg wel eens, we ja. zitten gewoon in een, uh, in een soort Star Trek-aflevering, maar de meeste mensen weten dat nog niet. Ja, ja, nou nee, ja, goed dat, uh, ja, <laughs> dat denk ik ook, ja. ja, dat is bizar. Ja. Um, jij, je hebt ook jarenlang een lezing gegeven over heel veel verschillende onderwerpen die hiermee te maken hebben. Uh, ja. Jij gaat daar weer mee beginnen? Dat is wel mijn intentie. Ja, ik heb nog geen idee wanneer of hoe snel en in welke vorm. Maar ik wil wel weer graag presentaties gaan ja. geven. Dus ergens ja. dit jaar ga je weer een keer ergens staan? Ja, zeker wel. Leuk. Ja. Ik kom zeker kijken. Nou, leuk. Ja. ja. Uh, wil je zelf nog iets kwijt? Want we hebben heel veel dingen behandeld. We zitten dik op een uur. Wil ik zelf nog iets kwijt? Ik denk. Um, ja, ik denk dat, uh, dat het heel goed is als mensen. Zich gaan beseffen en, en ook de mensen die zich dit al beseffen, dat dit een, echt een ding is, dat ze erover gaan praten. Dat is het allerbelangrijkste, want het, het gaat om bewustzijn. En dus als wij dat bewustzijn laten groeien, dat we niet alleen zijn, dit kan potentieel verenigend werken op de mensen hier op aarde. Wij kunnen al onze problemen vergeten als we weten van hé, hey, wacht eens even, weet je, dit is nog veel groter dan alleen maar ons hier op deze planeet. En laten we onze, onze struggles, onze, onze ongelijkheden. Weet je, dat is allemaal. Nee, joh, de kosmos de is oneindig. De diversiteit is overal oneindig. We zijn hier samen op één planeet. Laten we dat nou samen doen. Weet je, en goed, die technologieën die deze wezens hebben, deze buitenaardse rassen. daar zitten technologieën bij die ons van al, bijna al onze problemen af kunnen helpen hier op aarde. Weet je, en, en dat is. Als dat besef groeit, doordat we er zoveel mogelijk over spreken, dat dat soort technologieën bestaan, dan kunnen we misschien met z'n allen dat gaan ontwikkelen zelf om al die problemen hier op te lossen. En dan hoeven we geen oorlog meer te voeren en dan is er geen schaarste meer. En dan heeft iedereen gewoon genoeg en dan kunnen we allemaal uh, onze passie gaan leven. Nou, dat is een heel mooie boodschap. Ja, sowieso. Dankjewel Jeroen. Graag gedaan, dankjewel. En dan kom ik een keer terug uh, als je in de buurt bent. Ja, leuk. Doe ik tof. Uh, iedereen dank voor het kijken. We gaan uh, weer verder met de nieuwe tijd podcast. We zijn er volgende week weer. Dan zit hier uh, Linda Aurora. En zij heeft ook een heel interessant verhaal over een ontmoeting met, uh, en met buitenaarsen. Dus we gaan nog even een weekje door met dit uh, onderwerp. Um, iedereen dank voor het luisteren. Volg ons op uh, Spotify. We zitten op YouTube. Ik uh, ben ook op Instagram te vinden, Twitter. En uh, nou, uh, wil je ook een uh, leuke gast uh, zien, of wil je een uh, gast uh, uh, tippen? Uh, stuur een mailtje naar info@blikkeldemaatschappij.nl en graag tot de volgende keer. Bye bye.